jullie er zin in? Ja. Ja? Yeah. Hoppakee, wat gaan we allemaal doen, dames? Proost, hè? Nou, ja, jullie kennen jullie mee? Ja, kom op. Oh nee, even netjes opdrinken. Netjes opdrinken. Even opdrinken. Oh, het is nou sportcafé geworden. Ja, dat is geworden. Ja, mooie bar. Ja, veranderd, hè? Het is helemaal veranderd, ja. Ja. Helemaal nieuw. Ja, geweldig. Het is nu een sportsbar. Sportbar. Sportbar, hier. Hier is de... Hier is de enge kerksteeg. Hier. Eng hoor. Enge kerksteeg. En zo even links en rechts. Naast de seksshop, nummer 16, heb ik ook gezeten. Nummer 16. Hallo. Ik ga nou hier even lezen. Staat goed. Oké. En Bella was een van de eerste prostituees die oraal bevredigde. Maar naast haar mond gebruikte zij ook een ander lichaamsdeel. De voet. Welke? Ik denk het wel. De voet. Nee, ik heb drie antwoorden. Oh, ja. De eerste antwoord is onderkin. Oh ja. Of ter oksel. Ja, of ter knieholte. Ja, dat kan. Nou, zij gebruikte... Zij deed het normaal, maar normaal, als je normaal bent, doe je dat deed Bella, maar wij niet. De echte prostitutie doe je niet en dan word je eruit gehouden. Ga je niet. Nee? Nee. Hoort niet. Nee, je moet gewoon, dat is een prima. Even een truc. Trucendoos. Hoe gaat het dan? We kunnen het bijvoorbeeld... Trucendoos. Ah, dat kan maar. Nee, dat doen we een andere keer. Doen we in de officiële film. Tour. De officiële tour. De officiële tour, ja. Je vindt er wat leuk over bed. Ja, maar dit is wel een pagina. Zijn we nu op het Oude Kerkplein? In 2007 is er rond het Oude Kerk een prostitutiebeeld geplaatst. Wie is het standbeeld? Voor alle vrouwen, voor die in de prostitutie zitten, of de hele wereld. Maar vooral natuurlijk, die zijn in Amsterdam. Is het vanuit de vrouwen? Wat doen we hier? Wie kan tell you the story? Strange people. What's the matter with you? You're from Amsterdam. What are you doing in Amsterdam? We worked 50 years in here. Yeah. So you have. Yeah. That's the real thing. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Okay. We write books about that life. In English. But we don't mention strange people. And you want some of that? No? Nee? Nee? Ah! Very funny. You're from China, very well China. No, this is strange. This is Japan. China. All the artists. Hello. Oh, hello. Ik ben Ze snappen het gewoon niet. Neem de rest erop. Hallo.
Hallo, special. En dat is de... Ze begrijpen het niet hoor. Oh, dat is... People from Amsterdam. The real people from Amsterdam. You are now in the red light. And later on you fall in the brothels. That's the way. Zie je nou de rare mensen? Beeldje. Weet je wat de stories vertellen aan de jankverhalen? Want de Hollandse vrouwen zitten hier niet meer. En dan moeten die Chinezen moeten de jankverhalen van die kunstballen aanhoren. En dat het allemaal zo erg is. Maar wij hebben echt gewerkt in Prostitutie met humor en gein. Is een ander verhaal. En met respect. En dat was onder je kin of onder je arm of in je hotte. Zo noos. Nee, dat hoef je niet te krijgen. De penoos was echter en beter. Meer respect. Is hier penoos? Ik zie het niet meer. En dat is jammer. En dat heb, het zijn nu gewoon staatsbordelen geworden van de overheid. En dat is jammer. En zo zit het, zo simpel is het. Als die mensen al bang zijn voor twee Hollandse vrouwen en nog deze mooie vrouwen eromheen, nou, dan ben je wel erg ver hoor. Ja, al die mooie vrouwen. Ja, jonge dames. Ja, dat is goed. Vlog je al? Vlog je al? Kom maar net over met de maaiveld. Ja, dan zeg je jou ver maaien. Die boom. Ja, voor jullie. Ja, Kamertje te huur. Allemaal Hollandse vrouwen. Kamertje te huur. Ja. Holland is in. En waar staan we nu? Botermelkkaas ei met linksteen. Zit aan het wasstraal. En dit is de hier lopen al die mannen met die grote en kleine trompetten. Can I make a picture? Gaan we door, Ross? We are in Holland. Holland, laten we mee in zijn. En dat is ook leuk. Wie? Jullie hebben toch een liedje gemaakt achter de raampjes? Ja, achter de raampjes. Kijk, dit is ook leuk. Oh ja. Trompetter in het leven van de prins. Hij marcheerde van de helden tot de bril. Hij was mijn held, mijn hulp van het strijd. Hij was mijn zijn bel in hart en ziel. Trompetter steeg. Hoppakee. Ja, hart en ziel. Nou, daar zijn we. We hebben het overleefd. Helemaal veilig. Dan gaan we even acclimatiseren. Nou, even een klein stikje. Die wil nog. Oh, een hele lichte. Oh, dat is ook kerst. Wat leuk. Met die hand. Rustig, ja, met je hand aan het teven. We staan hier bij het beeld voor de Oude Kerk. En dit beeld heeft de hand op de borst. Ja. En de vraag is, wie is dit beeld geplaatst? Zou dit weten? Welk jaartal was dat? Dat was het jaartal 1724. Nee. Het was een onbekende kunstenaar in de jaren 80. Oh ja. En wie heeft model gestaan voor dit beeld? Oh. Was dat mooi, een van jullie toevallig? Mooi klein wel. Ja, net mooier. Maar ja, volgens mij is het van een van de oude boeren. Ja. Want daar zaten wij op de Burgbouw. En daar wilden ze altijd even nog echt. Ja. En dat is tegenwoordig niet meer zo. Nee, het is allemaal net voorzichtig heel tegen. Ja. Maar dat vroeger betaalden ze dan hier voor. Werd voor betaald, er werd niet zo bang. Nee, dan werd het betaald. Ik heb ook nooit. Ja, en dan had je ook de tietenvrijen. Gelegd aan hoe je bij feest. Nee, dat zien we natuurlijk in die oude hoeren. Ja, natuurlijk. Maar goed, we denken dus dat het inderdaad een onbekende kunstenaar was, maar waarschijnlijk gewoon een hele tevreden klant. Ja, die kwam van jullie vandaan. Hij kwam gewoon van de Faubourg. Ja, dat moet wel. In ons eerste bordeel. Uit Spanje weer aan. Hij brengt nog Sint-Nicolaas. Oh, hetzelfde gekregen. Vond het leuk? Lekker. Boekje, paardje, het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is, de roep. O lieve
Sint-Nicolaas, kom ook eens bij mij. En rijd er niet stilletjes ons huisje voorbij.